Vandaag zijn we uitgenodigd door de Primera de Haarloop. We gaan hier de 4 mijl lopen en ik ga even op zoek naar de startnummer en naar de start. Dit is tevens de allereerste avondloop weer, jongens, van het hele jaar. Dus we gaan ervan genieten. Ik zie jullie zo. We hebben de plek gevonden waar we ons startnummer op kunnen halen. Dus even kijken welk nummer we krijgen. 412, we gaan hem even bevestigen. Nou, wij hebben ons startnummer op en wij gaan nu naar de start toe. En jullie kunnen nog even genieten van de sponsor Na1K. Met de Na1K Runner Pro hoofdtelefoon kan je veilig buiten spotten. Deze hoofdtelefoon geeft de audio door aan je jukbeenderen in plaats van in je oren. Door deze methode kan je alle omgevingsgeluiden duidelijk horen, waaronder automobilisten en fietsers. De accu gaat maar liefst 8 uur mee en is volledig opgeladen in 1,5 uur. De Na1K Runner Pro is volledig waterbestendig en je kan er zelfs mee zwemmen. Ook heb je de optie om er 8 GB aan mp3's op te zetten, zodat je je telefoon gewoon thuis kan laten. Met de meegeleverde elastische band kan je deze hoofdtelefoon precies naar je eigen maat maken, zodat hij stevig zit en niet af kan vallen. Door op de link in de beschrijving te klikken en de kortingscode ROSSO123 te gebruiken, krijg je 15% korting op de Na1K Runner Pro. En nu door met de run. Nou, we zijn bij de start. Ik hoop dat jullie ervan genieten. Wij zien elkaar straks weer. In totaal 104. Kijk eens allemaal.
Nou, dit was het eerste rondje al. Op naar het tweede rondje, jongens. En we gaan nog even niet stoppen. Heerlijk. Wil je graag op de film lopen achter deze man? Loop met hem mee, noem zijn naam, volg zijn YouTube-kanaal. Jan Rossing. Loop met hem mee. Volg zijn kanaal. Wat twee rondjes, Jan. Druk op subscribe. Druk op like. Geniet van de video. Hey! Oh, hij gaat stoppen. Drankpasje. Oh, even een slokje. Heerlijk. Lekker. En op naar de tweede ronde. Daar gaat hij weer. Nog met twee rondjes. Yo, tot zo. Say you're fine, but I can see right through. You're holding your secrets for way too long. This can't keep going on. With every lie, they keep on hurting you, getting away with everything they do. This can't keep going on. Oh, we're gonna find them, and I'm gonna fight for you. They better start hiding. We'll be running with the lions, lions. Lions, lions. They can't run, they can't hide. We won't stop until they're down. We're running with the lions, lions. I'll go through fire, I'll climb the mountains for you. Tell me, 'cause I'm looking out for you. This can't keep going on, no, 'cause you're not alone in this. We'll do this together. No, you're not alone in this. No, we're gonna find them, and I'm gonna fight for you. They better start hiding. We'll be running with the lions, lions. We'll be running with the lions. Running with the lions, lions.
Nou, we gaan er nog even van genieten. Nog even een lekker drankpasje. Oh, want ik zet hem net even iets harder in dan normaal. Dus ja, ik krijg even een beetje slijmophoping. Maar we gaan die laatste even doen. 3, 2, 1. Ah, lekker. Een heerlijk slokje water. Dank je. En op naar de laatste ronde van de Primera de Haanloop. En ja, wat ik al zei, ik ben door, door de organisatie uitgenodigd om deze te doen. En ja, ik vind het ook prachtig om hem te doen. Organisatie, bedankt. Nou, tot straks. We'll be right back.
En we zijn er alweer. We hebben hem weer gehaald. De Primera de Haarloop 2023. Heerlijk loopje. Bijna bij de finish. Komt hij dan? We zijn bijna. Op uitnodiging van de sponsor. Finish die hier. Zoek hem op YouTube op Grasso's Running Channel. Er is overal te vinden. Nou, zoals je het hoort. En wij gaan nu naar de afsluiting. Dat was hem dan. De eerste run weer door de week van dit jaar. Het was weer prachtig weer. En het was de Primera de Haanloop. 4 mijl en 3 rondjes. Het was wel een hele pittige ronde. Of 3 pittige rondjes. Want je gaat automatisch wat harder lopen als je niet 1 lange ronde hebt, maar 3 rondjes achter elkaar. Ik weet niet wat het is. Jongens, vergeet even niet, eventjes abonneren. Like deze video. Druk op het belletje. Laat een comment achter. Check de merchandise. Bekijk de sponsor. En wat er allemaal wel niet meer bij YouTube komt kijken. Ja, het was hartstikke prachtig. En volgende week, of nee, niet volgende week, dit weekend al, gaan wij naar de 10 kilometer van Nijkerk. Dit is dus weer 1 hele ronde. Dus ik ben hartstikke benieuwd hoe dat bevalt. Nou, wat mij zeker gaat bevallen, is natuurlijk dat befaamde heerlijke speciaal biertje. Want wat is ons vandaag meegenomen? Een frisse lentebok. En die kan ik wel gebruiken. Kijk u eens. Een heerlijk lentebok biertje. Frisse lentebok verrast met zijn licht hoppige frisse smaak. Nou, ik mag het hopen. Wij gaan hem even heerlijk openplappen. Kijken of hij plapt dit keer. Nee, hij plapt niet. Is dat nou even weer jammer? Wij gaan hem eens even proeven. Ja, dit is wel een fris biertje. Klein beetje happig biertje wel. Ja, lekker. Koel en donker bewaren. Nou, dat is ook gebeurd, want hij staat in deze prachtige, heerlijke vriestas. Nou, wij gaan er nog even lekker van genieten. Van dit heerlijke, happige lentebokje. Wij zien elkaar zaterdag weer bij de 10 kilometer van Nijkerk. En ik zeg jongens, geniet van de week, geniet van het weekend en geniet van het leven. Tot zaterdag.